Uh, Johan Wallem, we zijn uh, een aantal dagen na de zege tegen Charleroi. Uh, die heeft uh, de groep duidelijk uh, deugd gedaan. Hè. Zeker, en vooral uh, ook het uh, feit dat uh, onze twee spitsen hebben gescoord. Dat vind ik uh, zeer belangrijk met de assist van, van Steyn. Ja. Uh, een, ja, een zeer mooi doelpunt uh, van Kies. Ja, maar die ook van Paras Als je ziet uh, hoe hij loopt en hoe hij raakt de bal om te scoren. Kies die heeft dat, die voelt voetbal en dat uh, is heel interessant. Ja. We um, staan ja, nu staat u op een heel knappe zevende plaats. Uh, geeft dat ook rust aan de groep? Ja, ze zijn ervan overtuigd nu dat, uh, zoals ik heb altijd gezegd, ze hebben kwaliteit om, uh, om te voetballen. Dat moeten ze uh, gewoon doen. En uh, niet, niet gestresseerd en gespannen. Uh, ja, dat doet deugd voor ons, maar ook voor, uh, voor iedereen, denk ik. hier. Uh, die is van, van KWK. We spelen nu op um, STVV op Sint -Ruide. Een Match op kunstgras. Dat is een speciale match. Hè? Speciaal en uh, heel moeilijk denk ik. Uh, elke week we spelen op uh, groen veld en daar uh, het is wel iets anders. Uh, ze zijn daar gewoond, wij niet. Dus we moeten wel oppassen. Uh, heb je daar ook, ook op getraind? Ja, een paar keer deze week hier uh, ook. Maar uh, dat wil niet zeggen dat uh, dat zal uh, gemakkelijk zijn. Nu, um, STVV is een team die vooral furoren maakt in het begin van de competitie. Ja, maar ze hebben ook zeer veel kwaliteiten om zo een veld te spelen. Daar, daar hebben ze hun ploeg uh, daarvoor gemaakt. Dus uh, uh, ze zijn gevaarlijk daar thuis, ja, zeker. Op welke manier hebben ze dan specifiek een ploeg gemaakt om op uh, Kunstgras te spelen? Met veel snelheid, uh, veel technische spelers en, uh, ja. en ook het feit dat ze kunnen elke week daar trainen.